Alles dat verbonden is met het internet heeft een eigen adres, een IP-adres. Alles. Dus computers en smartphones en iPads, maar steeds vaker ook andere apparaten. Televisies, kassa's, alarmsystemen, auto's, wasmachines, ijskasten, thermostaten, beveiligingscamera's, brillen. Te veel om op te noemen. Zonder IP-adres kun je het internet niet op, kun je geen mail sturen, kun je niet googlen. En omdat er de laatste tijd zoveel apparaten zijn bijgekomen die ook op het internet willen, is het aantal beschikbare IP-adressen op. Een IP-adres ziet er zo uit. 4 blokken van 3 cijfers tussen 0 en 255 met puntjes ertussen. Het systeem van deze adressen heet Internet Protocol versie 4, ofwel IPv4. Het maximaal aantal verschillende bruikbare adressen dat je met IPv4 kunt maken is ongeveer 3,7 miljard. Toen het internet werd bedacht, was dat onvoorstelbaar veel. Genoeg om tot het einde der tijden genoeg adressen beschikbaar te hebben, dachten ze. Maar ja, het internet was een experiment. Het bestond toen maar uit een paar computers. Inmiddels zijn die 3,7 miljard adressen niet meer genoeg. Miljarden mensen hebben toegang tot het internet met hun computers, maar dus ook heel vaak met hun telefoon, televisie en steeds vaker wasmachines, etc. De organisatie die de IP-adressen uitgeeft, heeft inmiddels alle beschikbare IPv4-nummers verdeeld. Er zijn geen nieuwe meer, het internet is vol. Sommige internetproviders hebben nog een voorraadje, omdat die adressen in grote blokken werden uitgedeeld en ze die blokken nog niet helemaal hebben opgebruikt. Maar er zijn ook steeds meer providers, vooral in opkomende landen als China, Brazilië en India, die helemaal geen IPv4-adressen meer beschikbaar hebben. Daarom is een tijd geleden een nieuw systeem bedacht. Internet Protocol versie 6, IPv6. En dat is fundamenteel anders dan IPv4. Een IPv6-adres ziet er zo uit. Het bestaat uit 8 blokken van 4 hexadecimale getallen, cijfers en letters, met dubbele punten ertussen. In het oude systeem was het aantal bruikbare adressen ongeveer 3,7 miljard. In het nieuwe systeem kun je maar liefst 3,4 maal 10 tot de 38ste verschillende adressen maken. Tot in de verre, verre toekomst kan het internet dus ongehinderd door blijven groeien. Mooi zo. Maar er is één probleem. Het oude systeem, IPv4, en het nieuwe systeem, IPv6, kunnen niet direct met elkaar communiceren. Als je in Brazilië bent en je wilt vanuit een internetcafé skypen met Nederland, dan kan je Braziliaanse IPv6-verbinding niet communiceren met de Nederlandse IPv4-verbinding. Het is alsof je een postcode van 25 cijfers in zo'n vakje met 6 blokjes moet proppen. Dat past niet en dus komt het bericht niet aan. Daarom dreigen er nu 2 van elkaar gescheiden internetten te ontstaan. 1 met de oude IPv4-adressen, waar we tot nu toe met z'n allen op zitten. En 1 met de nieuwe IPv6-adressen, waar de auto's en de smartphones en de ijskasten op komen. En niet te vergeten, de honderden miljoenen nieuwe internetverbindingen in China en Brazilië en India en al die andere landen waar nu in sneltreinvaart nieuwe breedbandverbindingen worden aangelegd. 2 losse internetten, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan kunnen we niet meer communiceren met al die nieuwe mensen en dingen op het internet. Terwijl de kracht van het internet nou juist is dat je altijd met alles en iedereen verbinding kunt maken. De oplossing voor dit probleem is redelijk eenvoudig. We moeten niet alleen maar op IPv4 blijven zitten, maar daarnaast ook IPv6 gaan gebruiken. Gewoon naast elkaar. Op die manier blijven we verbonden met het internet zoals we dat nu kennen. En kunnen we bovendien blijven genieten van een internet dat onbelemmerd door kan blijven groeien. Bij Access for All krijgt daarom iedereen standaard IPv4 en IPv6. Zo hebben onze klanten toegang tot het hele internet, nu en in de toekomst. En dus niet alleen tot het oude gedeelte.